Vind je ervan? Dat is mijn nieuwe kroeg. De virtuele kroeg. Speciaal voor jullie gemaakt. Kunnen we muziek luisteren samen. We kunnen spelletjes doen. We kunnen een biertje drinken. Ongezellig samen zijn. Maar toch thuis. Nou, mooie oplossing toch? Ik heb zelfs dames uitgenodigd. Die af en toe op het bar komen dansen. Ja. Kom anders even mee binnen kijken. Hartstikke gezellig. Kom. Nou, wat vind je ervan? Niks te veel gezegd, toch? Ik ben ook best trots op. Ja, mag het best wezen. Lekker wat drankjes op voorraad. Ik heb, het is een lekkere lichte kroeg. Nou, af en toe komt er eens wat bezoek voorbij. En we moeten het samen doen, dames en heren. Dus we kunnen muziek kunnen we gaan luisteren. We kunnen spelletjes doen samen. We kunnen lekker biertjes drinken. We kunnen elkaar biertjes geven, virtueel. Maar dat is hartstikke leuk. Je kunt in mijn kroeg, en dat is zeldzaam, kun je geld verdienen. Ja, wat heb ik nou bedacht? Virtuele euro's. Ja, zolang je naar een stream kijkt, krijg jij euro's. We starten regelmatig spelletjes in de chat. Daar kun je aan meedoen, kun je geld mee verdienen. Aan de overkant, daar zit een bank in. En dan komt hier nog wel eens wat volk. En die willen die bank wel eens overvallen. Kun je aan meedoen? Soms kun je er goed geld aan verdienen. Nee, niet altijd. Ik heb trouwens ook een hele grote uitsmijter. Nog een beetje een ruziezoeker. Daar kun je ook, geld mee verdienen. Ja, geld mee verdienen. Je kunt er in ieder geval mee vechten. Ja. Dat vindt hij nogal leuk, die kleerkast. Dus dat is ook mogelijk. Nou, voor de wat minder criminele spelletjes heb ik iets leuks bedacht. Let op. Het wiel van fortuin. Wat kun je hier nou? Je ziet het. Ik heb er virtuele euro's op staan. Euro's. Dus als je een ronde wint op het rad van fortuin, dan kun je dus in één keer veel geld verdienen. Kun je rondjes geven, kun je lekker cocktail suipen, lekker gek doen. Maar je kan ook alles kwijtraken. Let goed op. Er zit er eentje bij. Ben je blut, ben je alles kwijt. Maar goed, dan kunnen andere mensen jou je rondjes geven. Alles is mogelijk. Ondertussen natuurlijk onder het genot van heerlijke muziek. En daar heb je zelf invloed op. Je kunt verzoekjes aanvragen in de chat. Je kunt ze zelf in de playlist zetten. Lekkere muziek, Nederlandstalig, disco, 80's, rock, 70's, noem het maar op. Alles kan. Hier in de kroeg, de virtuele kroeg van Berry. Voor jou, ja. Wat ik ook kan doen, is dat ding hier even wegtoveren. Let op. Oh. En als ik nou een microfoon erbij pak, kunnen we liedjes zingen. Je ziet het. Het volk valt stil. Dus als ik nou een liedje ga zingen voor jullie, kan allemaal, hè. En als er nog meer mensen zijn die misschien een liedje komen zingen, kan allemaal. Ik sluit niks uit. Ik sluit niks uit. Ik denk dat ik dit een leuke oplossing vind voor de tijd die eraan komen gaat. Hopelijk zo kort mogelijk, maar dan hebben we in ieder geval wat te doen, weet je wel. Nou, terug naar de bar. Vrijdagavond ga ik beginnen, dames en heren. Vrijdagavond om 6 uur, de vrijdagavondborrel. Normaal gesproken doen we het in de kroeg. Nou doen we het gewoon met z'n allen gezellig. Thuis? Ja toch? Meld je aan op Twitch. Ik stream via Twitch. Dat maakt dit allemaal mogelijk, dat je spelletjes kunt doen en dat we interactief bezig kunnen zijn. Klik op de link beneden. Je kunt sowieso kijken. Daar hoef je niet voor aan te melden. Je kunt aanmelden met je Facebook-account. Je kunt gewoon een nieuw accountje aanmaken op Twitch. Het voordeel als je een account aanmaakt op Twitch, dan kun je meechatten in de chatbox en dan kun je meedoen met de spelletjes. Dat is niet verplicht natuurlijk, maar is wel zo gezellig. 6 uur vanavond ga ik beginnen, dames en heren. Ik hoop jullie vanavond te zien in grote getalen. Dan gaan we er even een gezellige boel van maken. Ik zou zeggen, tot vanavond. Doei! Okay.